Ja, ik ben gewoon een klein beertje. Ik ben super behaard, maar wel klein. Dus ja, een beetje teddybeertje. Maar je hebt natuurlijk al de hele grote beren. En nu ja, een kleintje een keer. Het Mr. Bear weekend begon vrijdagavond, maar vandaag is de grote wedstrijd. De Bears moeten vanavond dus nog een vijfkoppige jury imponeren. Er zijn verschillende rondes waar de mannen zich van hun beste kant moeten laten zien. Strippen ligt mij het meest, omdat ik dans graag. En de tweede act, dat is zelf in te vullen. Dus dat is een verrassing voor iedereen. Ik ga mezelf zijn en ik ga gewoon eerlijk mogelijk antwoorden geven. En verrassen eigenlijk. Ik hou van mensen verrassen. Dus. Ik ben een kelner, dus ik ga wel een beetje in de stripact de kelner voordoen. En de hoofdact, dat moet wel een beetje geheim blijven. Een beetje wel mysterie wordt dat. Ook de winnaar van vorig jaar kwam een kijkje nemen. Die weet natuurlijk precies wat de nieuwe Mr. Bear nodig heeft. Uitstraling, charisma, personality. Dus het gaat heel erg ook om innerlijk en niet alleen om uiterlijk. Ja. En we hebben dus bijvoorbeeld Mr. Bear België. Dat is eigenlijk meer een otter. Dat is een dunne jongen die wel behaard is. Sommige bears hebben er in ieder geval zin in en schatten hun kansen dan ook goed in. 50-50. Ik schat mijn kansen wel groot in. Natuurlijk, want je moet wel een beetje zelf vertrouwen hebben. En ik zie gewoon het leukste uit. Dus